In de koloniale periode is het legaal gemaakt om van mensen objecten te maken. Maar die grote blinde vlek, alsof het gewoon zomaar was, dat is waar we nu verandering in moeten brengen. Het woord neger wordt in de slavernijperiode gebruikt als cargo, tussen de producten op de inventarislijsten. De slavernij in de VOC-gebieden was veel groter dan in het transatlantisch gebied. VOC-mentaliteit is mensen tot slaaf maken en uitmoorden. De emotie die dat bij mij oproept, dat is het verdriet. Onbegrip. Hoe kon dat? Wat mij betreft, wat moeten we nog veel leren als, hè, als mensheid? Liever geven we er de voorkeur aan om groepen mensen juist niet naar hun huidskleur te benoemen. Ik heb me wel laten overtuigen door een slaaf gemaakt. Een degelijke discussie, maar sommige verandering van terminologie denk ik. Stapje voor stapje, hè? Stapje voor stapje. Alles is anders bij deze tentoonstelling. Ik ben me veel meer bewust van mijn eigen kleur, van mijn eigen perspectief. I would always do my best to make sure that I hold on to the heritage and not be afraid of or ashamed of it. The times they are changing. Zoals ze zouden zeggen, Black Lives Matter. Ook in schilderijen.